Ik ben vandaag in Zwijndrecht bij metaalbewerkingsbedrijf Matrix. Tim. Hallo, Jan-Kees. Aangenaam. Jan-Kees, waar zijn we hier? Wij zijn bij Matrix Metaalbewerking. En wat doen jullie hier eigenlijk allemaal? Bewerken jullie hier dingen of maken jullie echt dingen? Wij maken machineonderdelen of onderdelen in de breedste zin des woords voor klanten. Ja. Klanten die vragen bij ons onderdelen aan voor hun product. En die hebben ze nodig, kunnen ze niet normaal in de winkel kopen. Nee. En wij maken die. Oké. Okay. En hoeveel mensen werken hier? Circa 25 à 28 man. Wow, dat is wel echt een groot bedrijf dan? Ja. Ja. Oh, en zijn jullie, hoe groot zijn jullie begonnen? Hoeveel mensen hadden jullie ongeveer? Ik ben een jaar of 22 geleden alleen met één jongen begonnen. 22 jaar geleden, wauw. Dat is wel even een tijdje dan. Ja. Ah, leuk man. En nu zijn jullie echt super groot geworden? Ja. En jullie maken dus zo, jullie krijgen ook grote orders? En, ja. Massaproductie ja. bijna? Van heel klein tot heel groot. Ja. Massaproductie doen we niet. Nee. We doen wel kleinere series. Dus okay. Dat is tot en met 100 of soms 1000 stuks. Mm-hmm. Dat is afhankelijk hoe lang de bewerking duurt. Ja. Maar massaproductie, dat is niet helemaal. Nee. Nee. Maar, en wat vind jij het leukste aan werken met metaal? De techniek. Okay. Ik ben echt een techneut in hart en nieren. Okay. En ik ben eigenlijk ook dit bedrijf begonnen omdat ik iets met de techniek wilde doen. Ja. Iets maken, iets produceren. Ja. Dat je ook aan het einde van de dag ziet, hey, ik heb iets gemaakt, dat is leuk. Je ziet een iets staan. Waarom zouden jongeren moeten kiezen voor de metaalindustrie? Ze moeten voor techniek kiezen. Waarom zouden jongeren moeten kiezen voor techniek? Omdat de wereld steeds meer afhankelijk is van techniek. Okay. En daar zit alles in. De metaal is niet alleen de metaal is veel breder, mm-hmm. want zonder computers en zonder software en zonder strategische logistiek mm-hmm. en et cetera, kan je zo'n bedrijf niet meer voeren. Dat wordt steeds meer techniek en alle disciplines die erbij horen. Ja. Er zijn heel veel punten. En een van die dingen is ook weer de mens. Ja. De mens die werkt, dus die moeten jonge mensen zijn die dat vroeg leren en die vroeg al die processen gaan snappen. En want je hebt het over mensen, heb je over jongeren. Ja. Waarom zouden jongeren dit überhaupt moeten gaan overwegen? Om te gaan doen? Dit is gewoon het mooiste wat er is. Ja. Nee, ja, dat ja, is, dat voor mij is het mooiste wat er is. Maar het is jarenlang heel onderbelicht. Mm-hmm. En het is eigenlijk rete interessant. Je moet het gewoon een keer gezien hebben, een paar keer meelopen, ja. snuffelen. Alle scholen zijn hier welkom. Alle jongeren die gewoon een middagje willen kijken zijn welkom. Ik ben welkom. Ja, jij bent welkom. Waar kan ik naartoe? We gaan waar het productieproces begint, CAD/CAM, daar gaan we nu kijken. Let's go! Dit is de eerste werkplek. Oké. Okay. Dit is William. Hoi. Tim, aangenaam. Dankjewel. Wat ben je hier aan het doen? Ik ben hier een sleutelhanger aan het maken. Ja? Dus voor ons eigen en voor de klanten. We wilden wel eens tegemoetkomen een keer voor, met de kerst, voor bij de flesjes wijn. En ja. dat ze het leuke logo van ons hebben. En dat dus ontwerp, dan ben ik hier, begint ja, dan ben ik hier aan het ontwerpen. Ja? Dat begint gewoon uit een vierkant blok, zeg maar, simpel gezegd. En daar ga je dan in tekenen, ontwerpen en dan uiteindelijk moet dit eruit zien te komen. En als er orders komen van buitenaf, ik bedoel, dit is jullie eigen idee, dan begint het ook hier. En is het dan zo dat jullie ook zelf dingen mogen aanvullen of ja, mogen meestal verzinnen? Als wij zoiets hebben van dit, dat wij denken van dat gaat niet goed komen of dat gaat niet kloppen, dan bellen we met de klant van joh, kunnen we misschien niet beter zo of zo doen. Ja. En dan gaan ze daar meestal wel mee op in, omdat wij het uiteindelijk maken natuurlijk. Dus eigenlijk ben je hier gewoon aan het ontwerpen eigenlijk? Ja, hier wel, ja. Dit is nog het creatieve proces. Ja, ook. En ze krijgen ook vaak via de klant zelf een bestand mee met een 3D-model gewoon, wat je moet maken. En dan kan je dan zelf je bewerking op aanvullen. Dus hier heb je dan ook de simulatie. Hier kan je zeg maar zien hoe hij hem gaat frezen. Dus dat is al in 3D. En frezen, wat is dat? Frezen.
Dit is frezen. Dit is frezen. Ja. Gewoon een vorm maken. Juist. Ja. En in welke machine gebeurt dit? Dit gebeurde in die machine daar. Lachen. Ja, toch? Ik ben wel benieuwd hoe die machine eruit ziet. Ja. Waar is die? Gaan kijken. Hier zo. Ja. Tof. En doen jullie nog andere dingen hier? Ja, wij doen ook nog constructie. Dus, constructie? Ja, lassen, slijpen, van alles. Ja, lassen vooral. Ga ik daar even kijken? Ja, is goed man. Dankjewel man. Hey, is goed. Oh ja. Hoi hoi. Hallo? Hey. Alles goed? Ja man, met jou? Waar ben je hiermee bezig? Ja, ik ben dit nu aan het lassen. Uh-huh. We gaan het nu samenstellen, of het is samengesteld, lassen we het af. Richten we hem daarna, dat hij niet meer helemaal krom staat en dan gaat hij naar de andere kant voor extra gaten erin, geleiders. Oké. Okay. En waarvoor is dit bedoeld, dit stuk? Dit komt op een muur te hangen en daarop komen twee andere platen die zeg maar iets kunnen grijpen. Ah oké, okay. Dus het moet echt stevig zijn? Het moet echt stevig zijn, ja. En recht. En recht. Ja. Want hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk. Ja? Want als die maar een klein stukje scheef zit, dan grijpt hij niet, omdat het weer uit elkaar staat. Ja, ja. En wat vind jij het leukste aan het werk? Het leukste vind ik dat het heel creatief kan zijn. Je zit nooit stil, elke dag is anders, want nu ben ik hiermee bezig. Maar voor hetzelfde geld zit ik morgen een deurknop te lassen en de dag daarna een ledscherm van 8x4. Ja, ja. Je weet het nooit. En maak je thuis ook dingen van metaal of aluminium? Of ik wil heel graag thuis een lasapparaat, maar dat is nog niet zo ver. Van wie mag dat niet? Ja, we hebben niet zoveel ruimte thuis. Oké. Want je woont nog bij je ouders? Ik woon nog bij mijn ouders, ja. Dat snap ik wel, dat ze dat niet willen. Oké. Cool. En wat is het volgende? Hierna gaat dit waar naartoe? Hierna blijft nog even liggen tot afgekoeld is. Okay. Dan wordt hij recht. En daarna gaat hij weer terug naar de andere kant. Oké. En dan gaan we hem helemaal nog verder vlak maken. Gaten erin. Zorgen dat alles recht is, dat hij kan glijden. Ja. En die bril heb je wel nodig, denk ik, of niet? Ja, die heb je nodig. Wat gebeurt er als je in het licht kijkt? Als je in het licht kijkt, dan er zitten drie soorten licht in. En één daarvan is ongelooflijk schadelijk voor je ogen. Oké. In principe, heel grof gezegd, je verbrandt je netvlies. Heftig. En dat ga je voelen dan als het op een gegeven moment donker is en het gaat helen, dan voelt het alsof je net een hand met zand in je ogen gegooid is. Ah, dat is niet relaxed. Dat wil je niet. En hoe ben jij hierin gerold? Ik ben op mijn 15e van de middelbare school afgekomen en toen had ik eigenlijk nog de leeftijd dat ik denk van ja, wat wil ik nou? Yeah. En toen zag ik dat ze bij IAC, dat was een groot scheepsbouwbedrijf, misschien dat jullie dat wel kennen, yeah. Hadden ze een leerschool. En ik vond het een perfecte uitkomst, want puber, geen zin meer in school en daar ging je werken en je betaalt voor je opleiding en diploma's. Yeah. En toen bleek dat ik het ongelooflijk leuk vind. Oh, wat tof, dus de beroepsbegeleidende leerweg. Ja, ik had 4 dagen werken, 1 dag school. Yeah. En dat was het eerste leerjaar, dan haal je diploma's en daarna ging het al in en daar is het echt gebeurd, zeg maar. Klinkt goed, maar als er nou ook iets is voor jou, dat kan gewoon. Ga naar baasoverjeeigentoekomst.nl en daar vind je alle informatie ook over dit. Succes. Thanks man. Wil je nou meer weten? Ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Kun je gewoon intypen, laptop, computer. Ben jij al baas over je eigen toekomst? Goed. Wil je meer weten, wil je meer zien, ga dan even naar www.baasoverjeeigentoekomst.nl en naar de socials op Facebook, Instagram, Twitter, noem maar op, overal staat het. Ga naar de filmpjes, klik erop en like het. Succes. Baas. Zoiets?